Mel, welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag heb ik weer een Shein video voor jullie. En dit keer een soort surprise bag voor holiday season. Het zit hierin. Ik weet dus ook niet wat erin zit, dus ik ga het samen met jullie openmaken. Voor deze video heb ik ook een kortingscode en dat is EBS5689. En ik heb natuurlijk ook mijn eigen kortingscode bijtje550 die je kan gebruiken. Allebei voor 15% korting. Nou, ik ga maar beginnen met de verpakking, want ik ben natuurlijk super benieuwd wat erin zit. Daarom heb ik ook mijn schaar bij de hand. Zodat ik hem gewoon helemaal open kan knippen. En dan ga ik gewoon alles er één voor één uithalen. Wat is dit? Household set. Nou, je ziet meerdere varianten hebben ze. Ik heb hier volgens mij de wasmachine. Dus ik ga hem er even uithalen. Ik denk dat dit is. Heel veel mensen gebruiken dit. Dat zie je heel vaak op Instagram en op TikTok. Om hun beauty blenders te wassen. Oh, is dat grappig. Oké, dit is dus een wasmachine. En hij heeft dus ook zo'n haakje dat je het water eruit kan laten lopen. En dan kan je hem dus ook openmaken. En hier doe je dus je beauty blender in. En dan doe je er water en zeep bij. En om de, als je op dit knopje drukt, dan moet er denk ik wel batterij in. Dan gaat hij dus ronddraaien. En zo maak je dus je beauty blender schoon. Nou, wel super leuk natuurlijk. En misschien ook wel leuk gewoon voor kinderen. Voor in een poppenhuis als een soort kleren Barbie wasmachine. Hartstikke leuk. En ook echt dat hij zeg maar leeg kan lopen. Ik heb alleen geen beauty blenders, want ik gebruik die niet. Dus ik kan hem ook niet testen. Maar hij ziet er wel erg leuk uit. Dus die kan aan de kant. Dan ga ik verder. Met, ik begin maar met deze. Een avocado color changing lip care. Oké. Ik ga hem openmaken. Zo ziet de verpakking er trouwens uit. Dus het is een avocado kleur, maar dan verandert die van kleur. En het is voor lip care. Ik ken deze nog niet, dus. Kijk, het heeft dus een groene. Ja, lip care is meestal ook wel een beetje groenig kleur van kleur. Oké. En dit is dus de kleur van de lipstick. Ik heb zelf nu lipgloss op, dus ik doe hem heel veel op mijn hand. Oh ja, hij wordt wel. Je kan het niet heel goed zien, want ja. Dat gaat niet. Maar hij wordt wel roze van kleur. Want zoals je ziet, mijn hand is niet groen. En ik kan het wel zien. Dus hij is heel licht roze. Dus is het gewoon een natuurlijk kleurtje. Die eigenlijk bij iedereen past. En dan zit er waarschijnlijk een beetje lipcare in. Dus waarschijnlijk met olie en van alles erin. Goed om een keertje uit te proberen. Zo, moet hem er wel goed in stoppen natuurlijk. Nou, ik leg hem gewoon aan de kant. Oh ja, dan heb ik deze eruit gehaald. Dit soort verpakkingen zijn altijd spannend, want je weet niet wat erin zit. Oeh. Oh, lekker handig. Oké. Dit is van Slow. Ja, ik denk dat het staat Sunday, dacht ik altijd. Dit zijn Fruit Hand Creams. En die heb je in perzik, kokos en mango. Ja, gewoon in de verpakking. Handig om te gebruiken. Oké, het volgende. Hey, deze had ook een keer in een vorige set. Dit zijn van die nose strips. Gewoon charcoal nose strips. Dus moet je eerst gezicht nog maken. Dan doe je op je neus. En dan moet je in principe al je poriën eruit halen. En dan zou je niet al je viezigheid uit je poriën halen. Niet je poriën eruit halen. Dat is een beetje raar. Nou, deze zat er ook in. Dit moet je dus op je gezicht plakken. Als je bijvoorbeeld een puistje hebt. En doordat er oil in zit, gaat het dus weg. En zo ziet het eruit. Het zijn hartjes. En die zijn ook holografisch. Nou, kerst is net geweest. Maar kijk, ik doe mijn nagels zelf. Dit zijn mijn nieuwe nagels. Maar ze hebben dus ook een hele leuke set opgestuurd. Met allemaal kerstnagels. Heel erg leuk voor volgend jaar. Ze hebben wel wat. Ik vind ze wel heel erg schattig uitzien. Misschien een idee om mijn eigen nagels ook een keertje te doen. Dan het patroontje. Dan heb ik twee karwasjes. Ga ik even uithalen natuurlijk.
Je moet mij niet vragen, ik heb niet zo heel veel verstand van dit soort kwastjes waarvoor dit precies is. Maar ik ben iemand die dit meestal gewoon voor gebruikt voor als ik oogschaduw opdoe om dan zo'n leuk boogje te maken. Of gewoon iets wegpoederen, iets daar in die zin. Oh, nou, we hebben ook een hele groot set. En deze, het is ook heel erg leuk om gewoon aan vriendinnen weg te geven. Omdat, ja, als vriendin veel make-up gebruikt, is het gewoon leuk. Er zit een heleboel in. Er zitten van dit soort sponsjes in, dat je zo lekker kan poederen of je foundation kan uitdemmen. Die hebben we in verschillende. Dus aan de ene kant is het zo'n driehoekje en aan de andere kant is het een rondje. Dus je kan hem aan twee kanten gebruiken. En aan ieder zit er zo'n linkje dat je hem, zeg maar, vast kan houden aan je vingers. Nou, dan hebben we heel veel kwasten. En we hebben gewoon zo'n kwastje. En die zijn dubbelzijdig. En sommige kwastjes zijn gewoon eenzijdig. Maar het zijn er zoveel en er staat helaas niet op de kwastjes waarvoor het is. Maar dit soort kwastjes gebruik ik meestal wel. Dit zijn van die spoelies. Nou, we hebben dus ook zo'n kwastje. Die is wel handig, want dit gebruik ik voor highlighter. En de mijne is half op, dus dan heb ik een nieuwe. En dit soort dingen kun je ook gewoon voor een maskertje gebruiken om een maskertje op te doen. Ik heb zelf de siliconen, maar in ieder geval heel veel kwastjes. Waar ik zelf niet heel veel verstand van heb, dus ik schuif ze gewoon maar aan de kant. En dan zetten ze nog een paar dingetjes in. Maar verder, kwastjes zijn nooit verkeerd, dus ik geef hem zeker een duimpje omhoog. En als je denkt, ik zie iets leuks in deze video, de linkjes staan allemaal onder in de beschrijving. En ik heb er natuurlijk ook de kortingscode EBS5689 voor 50% korting. Maar ik kan natuurlijk ook mijn eigen Bijzo 55 gebruiken voor 50% korting. Nou, oh, we hebben nog meer nagels. Zijn alleen een beetje door de war gegaan. Ook een kerstthema met een rendier en een sneeuwman. Jullie kunnen het niet zo heel goed zien, maar schattig. Dan dit. Geen idee. Er staat een soort bakje op met een hartje. Ik heb geen idee. Wow. Ik pak het even schuin. Oh, ik weet wat het is. Er staat ook babbeler. Maar ik dacht, wat is nou weer een babbeler? Maar dit is dus een bakje. En daar kan je bijvoorbeeld je skincare in doen met een beetje water, waardoor het dus heel erg gaat schuimen. En als je dan deze erop zet, dan kan je zo gaan stampen zo met dit dingetje. En dan wordt er dus natuurlijk helemaal foamy en dat kan je dan gewoon lekker op je gezicht doen. Dus eigenlijk best handig. Normaal doe je dat door je handen zo in elkaar te wrijven en hem dan op je gezicht te doen. Maar hiermee kan je dus hiermee opbubbelen. En ook super schattig, allemaal hartjes. Ja, handig. En zo kan je ook een beetje je skincare bewaren hierin. Dan heb ik dit. En dit is, ik hou er even uit. Kijk, volgens mij is hij nu leeg. Ja, eruit. Dan heb ik als laatste nog een make-up tasje of een toilettasje. Waar je dus al je spulletjes in kan doen. Er zit hier zo'n dingetje in. Maar met een hele leuke, ja, ik denk een ballerina of een danser. Even kijken. Volgens mij is het Marilyn Monroe. Dat staat ook aan de binnenkant. En hier kan je dus al je kwastjes in stoppen en om alles mee te nemen als je een dagje weggaat of gaat logeren. Super handig. Ik vond de spulletjes heel erg leuk, dus ik geef het een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren bij Chill natuurlijk. En moet volgen op Instagram en TikTok bij ChillGZT. En neem ook zeker een kijkje op Shein. Misschien kom je ook wel nog wel wat leuks tegen. Doei!